Deze nieuwsuitzending is een corona-update van 1 november 2020. Je kijkt nu naar een grafiek waarin het aantal doden, dode Nederlandse burgers per week staat vermeld. En dan voor de, de afgelopen drie jaar of vier jaar. Dus 2020 vergeleken met 2019, 2018 en 2017. In 2018 toen hadden wij een griepgolf. Die kan je zien. Dat zijn die gele driehoekjes die naar beneden wijzen. In 2020 hadden wij een sterftegolf en die duurde maar acht weken. En na die sterftegolf is het aantal mensen, Nederlandse burgers, die overleden zijn per week gezien niet verschillend van de drie voorgaande jaren. Ben je dat met me eens? En ook opmerkelijk is dat je kan zien dat tot aan die sterftegolf, die begon in week 12, dat eerste stukje van 0 tot en met 10, zullen we maar zeggen. Toen ging het beter met ons. En in week 12 begon het gesodemieter. En dan kan jij zeggen, ja, dat was corona. En ik zeg, dat waren de maatregelen. Want in week 12 heeft meneer Mark Rutte, de bejaardemoordenaar... zijn maatregelen afgekondigd. En toen zijn er ongeveer 10.000 hoog... Bejaarden. Vroegtijdig overleden. Mark Rutte, de bejaardenmoordenaar. Zo mag die man opgeschreven worden in de kanon van Nederland. Wij hadden kennelijk genoeg van die bejaarden en Mark Rutte heeft dat probleem opgelost. Want na die sterftegolf was er niks meer aan de hand. Ja, er is een tweede golf. En daar zitten we nou mee te worstelen. En daarom moet de horeca dicht. En mag je geen Coca-Cola meer drinken in de bioscoop. Want anders gaan we allemaal dood. Ja, wie gelooft het nog? Wie durft er niet onder ogen te zien dat Mark Rutte een bejaarde moordenaar is? Het enige wat je kan zeggen. is dat Mark Rutte vreesde voor zijn eigen leven. Want als hij die maatregelen niet geheven zou hebben. dan werd hij ge John F. Kennedy'd. Of ge Abraham Lincoln'd. Of een waarschuwingsschot, net als met Ronald Reagan. Wij worden gepakt. Wij worden genaaid. En gebonden. En niemand wilde wat van zeggen. En ik ook niet. Ik word er alleen maar boos van. Ik word boos van Mark Rutte, de bejaarde moordenaar. En ik word boos van al die mensen die lopen zeiken tegen elkaar over. Jij hebt wel een mondkapje en ik niet. En het is oneerlijk. En ik wil ook een mondkapje. Ik zag op Facebook staan dat ze nou bij de voedselbanken. aan de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. en aan vluchtelingen. die krijgen gratis een mondkapje ter waarde van 10 euro. Ja, ik heb er eentje moeten kopen van 3,95 euro. Maar mijn leven, dat doet er helemaal niet toe, hè? Want ik maak toiletten schoon voor de bielen. Gadakkie man, een mondkapje, dat kost mij één toilet. Ik doe vijftien toiletten per dag. En alles wat erbij hoort: dus de vloer, de vensterbanken, naar boven kijken, want soms zit de poep echt heel hoog. En ook spinnen, die komen daar graag eventjes wat vliegen vangen. Ik krijg 3,50 per toilet. En ik heb een mondkapje moeten kopen van 3,95 euro. En die vluchtelingen en die mensen van de voedselbank, die krijgen er eentje gratis en voor niks ter waarde van 10 euro. Man. Is er nog hoop? Vraag ik me af. Wat is er nou voor een hoop voor een volk dat een bejaarde moordenaar van de vrijheid. Volkspartijen Democratie of zo. Nou, laat ons maar die bejaarden even laten toppelen. Want jullie hebben er toch genoeg van. Nou, dat lussen wij wel even op. Met een coronamaatregel. Dan gaan ze vanzelf dood hoor. 10.000. En we vinden dat niet erg. We denken van, nou ja, met die mondkapjes, dat die vluchtelingen een mondkapje krijgen, dat vind ik niet meer dan reëel. En mensen bij de voedselbank, ja, die moeten ook een mondkapje. De gemeente Wageningen, die gaat ook weer iets moois doen. Al die arme vluchtelingen. Geef die mensen een mondkapje. Ja, natuurlijk. Onze bejaarden zijn al dood. Nou, die bejaarde vruchtelingen nog, hè? Ik heb helemaal geen corona. En waarom moet ik dan met een mondkapje lopen? Jo Piggy, anders krijg je corona van een ander. You, the F, you. Van wie dan? Ik ken helemaal niemand met corona. Vandaag kreeg ik een smsje van Wim Kruidentuin dat hij overvallen is door een stevige verkoudheid. Hij moet hoesten. En hij zal wel een loopneus hebben. Ja. Ik zou vandaag bij hem langs gaan en dan dacht ik van, nou ja, ik had toch al niet zo'n zin om te lopen. Uiteindelijk, ik kom van de week wel een keer. Ja, Nou is hij verkouden. dan denk ik, nou ja, dan kom ik even niet langs. Nee, als je verkouden bent, dan moet je lekker rustig houden. En denk aan citroensap. Met een schepje suiker. En een scheut cognac. En warm water. Dat heet een grog. En dan zweten. Nu is dat zo voorbij. Nee, we doen de horeca dicht. En je mag geen Coca-Cola meer drinken in de bioscoop, want anders gaan we allemaal dood. Je jouw overheid was nooit, je vriendje. Helemaal nooit. Ze kletsen maar wat over de aanslagen van 11 september. Dat was een doorgedraaide woestijnboer met 30 kamelen. En CO2 is een serieus probleem. Want het klimaat is niet stabiel. Genoeg. Het klimaat was nooit stabiel. Maar plotseling moet het klimaat stabieler worden. En geen Coca-Cola meer in de bioscoop, want anders gaat het klimaat veranderen. Ja, maar Perry, je mag ook geen popcorn meer in de bioscoop. En dat vind ik niet meer dan terecht. Want uh, popcorn, hè, hoe dat eruit ziet, dat lijkt een beetje op corona, snap je? Met van die bubbeltjes allemaal. In, uh, en op die popcorn, jongen, daar, daar zit dat virus, je? Dus uh, popcorn alleen maar thuis eten en niet in de bioscoop. Kijk, we kunnen niet wereldwijd uh, popcornconsumptie verbieden, maar wel in de bioscoop. Want anders gaan we allemaal dood. Om er maar te zwijgen over het aantal mensen dat vermoord is terwijl ze in afwachting waren van het wilde leven in de buik van hun moeder. Hé, je bent geboren, je zit in de buik van je moeder en dan word je vermoord. Want je mag niet. Want dat hoort niet. We kunnen jou er niet bij hebben. Snap je? In Nederland worden honderd mensen in afwachting van hun leven vermoord. Terwijl ze in de buik van hun moeder zitten te wachten op het grote moment dat ze mogen gaan lopen zeuren en luiers vol gaan schijten. Maar dat mag dan niet hè? Nee, dat mag niet van Mark Rutte, want dan krijgen we nog meer bejaarden. Het aantal uh, abortussen hier in Nederland, dat staat nu denk ik op 25.000 voor 2020. Dat is 2,5 keer zoveel als die 10.000 bejaarden die over de klink zijn gejakkerd door die maatregelen van Mark Rutte. 2,5 keer zoveel. En wie heeft het daarover? Ja, ik dus. Want mijn tweede kind is vermoord. En daar kom ik nooit meer overheen. Dat vind ik heel erg dat je kind wordt vermoord en niemand controleert. Niemand. Iedereen kijkt naar mij. Ja, dan ben jij een stomme klootzak van een vader geweest. Want als je een goede vader was geweest, dan was je kind niet vermoord. Dus dat moet wel aan jou liggen, Perry. Ik ben niet boos, ik ben niet teleurgesteld, ik ben een vliegtuig. Wij worden genaaid en gebonden. En Mark Rutte en Ab en die hele kliek van die katholieke paus, die lachen zichzelf kapot. En de btw gaat omhoog, die gaat naar 23 procent en dan 27. Wedden! Ja, en wij wachten rustig af. Kijk, uiteindelijk worden wij zelf ook bejaard en dan worden wij gelukkig ook vermoord. Tegen de Mark Rutte van die dagen. En wij zitten te wachten dat we vermoord worden als bejaarden. Of als uh, kind in de buik van je moeder. Ja, dat dood is, hè? Hillary Clinton zei dat zo mooi. Met die, uh, die toestand in Benghazi. Dat ze zei: Waar hebben we het nou over? Mensen sterven! Sinds wanneer is dat een probleem? Hillary Clinton heeft dat gezegd. Tijdens een verhoor in het Amerikaanse congres. Madeleine Albright is gevraagd van ja, maar door die acties destijds, economische acties, medisch-economische acties, zijn er naar schatting 500.000 Irakese kinderen overleden. En Madeleine Albright zei van ja, dat soort beslissingen zijn moeilijk om te nemen. En wij vinden dat soort beslissingen terecht. Dus wat is het probleem? Het zijn moeilijke beslissingen om te nemen. Dat je 500.000 Irakese kinderen vermoordt. Indirect, hè? Dat is moeilijk. Het a hard decision to take. And we decide it was right. Of woorden van gelijke strikking. Wij vinden dat het klopt. Dat soort maatregelen. Anders ben je geen heerser. Als je niet eens bereid bent om 500.000 kleine Irakeesjes te choppen. ja, wat doe je dan bij de Verenigde Naties? Gelukkig kan je stellen dat wij zelf als Nederlands volk, wij zijn zo ongelooflijk als wat. Wij worden bang voor de eerste beste spin of een corona dingetje of een CO2 probleemtje of NO2. En dan gaan we allemaal Giro 5v5 opzoeken en heel veel geld doneren. Om het gevaar af te wenden. En dan moeten er maar een paar bejaarden over de kling en 500.000 Irakese kinderen, dat hoort er naar mij. Het aantal abortussen in Nederland is 35.000 per jaar. Ja, dat hoort erbij. Ja, anders gaan we allemaal dood. We moeten die kinderen in de buik van de moeder wat choppen... want anders gaan we allemaal dood. En dan kunnen we nooit meer Coca-Cola drinken in de bioscoop. En al die stomme kinderen die erbij willen. Kom. Ja, zoiets is er toch? <laughs> Ik probeer het ook maar in te vullen. Op een of andere manier moet ik het gaan begrijpen wat hier aan de hand is. Mark Rutte, de bejaardemoordenaar, en het Nederlandse volk wat zich druk maakt over stijgende prijzen van toiletpapier. Moet ik nou ineens denken aan een mop? Ja, ik denk het wel. Ja. Het is meer dan grappig, vind ik hoor. In het algemeen dus. Kijk, Christus heeft gezegd toen hij aan het kruis hing: God vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ik denk ook zoiets. Maar dan anders. Maar wel in de zin dat jullie niet weten wat jullie doen. Nou, niet jij die hier naar luistert, want jij hebt nog iets van hoop. Mag ik hopen? Maar de rest, Zo mijn tante Irene die dan zegt, ja maar de sterftecijfers van het CBS, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat telt niet. Nee, dat telt niet. Wat telt is uh, Arjen Lubach op zondag en die gaat uh, Lange Frans uh, de bek lopen snoeren. Want dat telt, dat heeft zin. En dan nou kan je met mij gaan discussiëren over wat ik vind van Lange Frans. Dan denk ik, nou. Maar aan de andere kant, waarom moet je die man de mond snoren? Ja. En Arjen Lubach die vindt dat daar tijd voor Een sukkel dat hij is. Er gaat binnenkort een journalist in hongerstaking. Dat vind ik echt terecht. Ja. Dan hebben wij er een martelaar bij. En dan krijgt hij een standbeeld. In een woonplaats naar keuze. Soeterdorp of zo, of Westermeer. Iets wat een beetje Nederlands klinkt. <tankt> nou heb je dat al snel in Nederland. Maar... maar je snapt wat ik bedoel, toch? Dan moet er verdorie een keer afgelopen zijn... Sinds wanneer zijn Nederlanders het volk? Wat genoegzaam toeziet hoe er 10.000 bejaarden over de klink zijn gejakkerd? Met BOA's erbij. Man. En het punt is, wat mij betreft: hè, als je die regering onthoofd, guillotineert, hè, wat hebben we dan? Want wij snappen er niks van. Wij begrijpen getallen niet. Wij kijken naar deze grafiek en dan denken we: joh, dat is de mening van Perry. We kijken waarheid, Perry, dat snap je niet, hè? Maar waarheid is subjectief. Nee, weet ik wat jij bent? Ik geef je drie seconden: subjectieve waarheid. Opa is dood. Ja of nee. Zoals de filosofen zeiden. De zin. Opa is dood. Is waar. Dan. En slechts dan als. Opa dood is. Dat heet de veritas est adequatio intellecti et rei. Op zijn Latijn. Ja, maar Piri, die beroemde uitspraak, dat ging over gras, dat die groen is... en sneeuw, dat die wit is. En, uh, en dan moet je weer gaan beginnen over dode bejaarden. En terwijl we hebben al zoveel dode bejaarden en daar trekken we ons niks van aan. En waarom laten we dat niet gewoon zo? Ja, dat is voor jou een vraag, hè? Ja. dat dus maakt mij niet uit. Kijk, een volk dat niet geeft om hun oude lui... Waarom zou dat volk nog in de bioscoop cola mogen drinken en popcorn eten? Nou, afschaffen die handel. En de prijs van toiletpapier omhoog. En geen melk meer in de supermarkt, ook geen vlees meer. Allemaal veganistische dingenvervangings-genetisch uh, gemodificeerde sojameuk. En dan maar hopen dat jullie niet bejaard worden. Want anders moeten we jullie nog afslachten ook. Ja toch, als je niet geeft om oude mensen en je laat dat gewoon aan je voorbij gaan. Wat heb ik aan jou? Laat staan, wat hebben wij aan jou? Als ik al niks aan je heb, omdat je geen respect hebt voor je grootouders. Ja, hij was toch al oud, dus joh, dat maakt niet zoveel uit, snap je? Dus, ja, uh, jouw manier van denken, denk ik dan. Hè? Ik oefen even met je mee hoe jij deze discussie moet gaan voeren op de eerstvolgende verjaardag. Een coronavrije verjaardag in de buitenlucht met uh, een emmer op je kop en twee kijkgaten erin. Of niet? Dus ik heb het gezien in, in Californië. Ja, daar heeft de overheid uh, maatregelen afgekondigd voor de dankgevingsdag, de Thanksgiving Day. Dat mag niet meer zoals vroeger, hè? Het, uh, er gelden nu regels voor. Je mag alleen maar één pans gerechten serveren. Dat is echt te gek voor woorden. New York ligt zo goed als plat, hè? Het gaat hard hoor. En het aantal zelfdodingen. Als je kijkt naar deze grafieken, dan zie je in die laatste weken dat we weer het koploper zijn. En ik denk dat dat komt door zelfdodingen. Maar die worden niet geregistreerd, hè? Dat werkt aanmoedigend op andere mensen die denken: van nou, oh, als het zo makkelijk is, dan doe ik het ook. Dus dat wordt buiten het nieuws gehouden. Via Facebook zie je dingen binnendruppelen van mensen die mensen kennen en die hebben er een einde aan gemaakt. Ja, vind je het gek? Wie wil er bejaard worden in een samenleving die het helemaal niet erg vindt dat er 10.000 worden afgeslacht? Ja, dan wil je toch niet bejaard worden? Dan zeg je ook doei. Ja, dat mag van mij niet. Je mag volgens de Bijbel helemaal geen zelfmoord plegen. Wat denk je wel niet? Je lichaam is niet van jou namelijk. Het staat onder jouw beheer. Het is jouw eigendom in die zin dat je er verantwoordelijk voor bent. En dat betekent niet dat je dat mag doden. Want wie ben jij om te oordelen dat jouw lichaam niet deugt? Of de samenleving, of je kansen op de arbeidsmarkt. Of, uh, en dan maken we er maar een einde aan, dan is alles voorbij. Nee, je hebt een lichaam kapot gemaakt. En dat lichaam, dat behoort ons. Dus Hebraeus, Elohim. Ons. Dus. dus je mag helemaal geen zelfmoord plegen. En het gebeurt. Mensen zien er geen gat meer in. En dan krijg je dat. En Mark Rutte, die, die, die roept dan naar ons... Je moet je bek houden. Ja. Ik vraag me af of wij genoeg ballen hebben... om Mark Rutte met een birkenstok een ferme trap onder zijn reet te geven. En mag hij in één keer naar het Vaticaan. Mag hij daar gaan huilen bij de paus, onder de rokken van de paus... En smeken. Ik heb het toch wel goed gedaan. Ik heb ik minder uitgetrapt in Nederland. Uh. Dan janken bij de paus mag hij achter die dikke muren van het Vaticaan. Maar iedereen heeft het erover. Nou, je mag geen muur om je land. Dat mag niet, hoor. Dat mag niet. Nee, moet je naar Vaticaan gaan. En daar staat geen muur. Maar ik dacht het wel. En daar gaat Mark Rutte lekker naartoe en hij mag Abgrapperhaus meenemen. Zijn familieleden, alles, alles mag mee naar Vaticaanstad. En dan kunnen ze van daaruit een reis gaan plannen naar Mars en dan zijn we echt vanzelf. Ja toch? Naar de maan kunnen we niet meer, maar wel naar Mars. Nou, enkele reis, dacht ik, voor Abgrapperhaus en zijn hele familie. En Mark Rutte. En Jan-Peter Balkenende niet te vergeten. En de hele top van KPMG. En uh, Ernst Young. En al die andere leugenaars. George Soros, maar ook mij. En niet te vergeten die lelijke man met die lelijke vrouw. Weet die man ook weer? Die man die niet programmeren kan. Oh, Bill Gates, zei hij. Oh, lelijke vrouw. Man. En misschien met Willem-Alexander dat we daarmee gaan onderhandelen. Want als die man nou genoegen neemt met een modaal inkomen... Uh, ...kunnen we altijd nog een Giro 555-actie gaan beginnen... ...omdat hij zo'n moeilijke, akelige Argentijnse vrouw heeft. En een obese oudste dochter. Want ook dat moet je toch medelijden mee hebben. En misschien dat Willem-Alexander onder die voorwaarden gewoon mag blijven. En dan krijgt hij een uitkering, net als wij. Gewoon modaal en voor de rest niet zeuren. Een stukje basisinkomen, zullen we maar zeggen. Want de goede man kan niet werken. Dat zei zijn eigen vrouw ook, hè, van Willem-Alexander. Ja, hij is een beetje dom. En dan denk ik: Gadverdamme. Dat is waar. En dat is vervelend voor ons Nederlanders, dat wij een domme koning hebben. Maar dat betekent niet dat je hem. Hij is niet zo gemeen als Ab of Mark Rutte, hij zit nog een beetje op de achtergrond. Dus misschien dat je die jongen een huisje moet gunnen. En een bootje. En dat hij mag vissen. En hij heeft zijn vakantiehuis in Griekenland. Dan gaat hij lekker op eigen kosten, maar heen en weer, maakt me niet uit. Maar Mark Rutte en Grappenhaus en Hugo de Jonge, die gaan naar Vaticaan. En daarna naar Mars. In goed overleg met de NASA natuurlijk. Dat we zeker weten dat ze niet terugkomen. Dat we wel spreken over een enkele reis. Duurzaam. pleiten. Ja, meer grappen weet ik er niet van te maken. Mooie grafiek, vind je niet? Ja. En als we nou kijken naar die sterftecijfers. Hè, dan heb ik hier een hele leuke. Uh, tot en met week 42 zijn er in Nederland 130.000 mensen overleden. Nou, in 2019 was dat 121.000. Maar toen woonden er minder mensen. En vergeleken met 2020 waren dat toen 121.577. Kortom, tot en met week 42 zijn er in Nederland in 2020 8.500 mensen meer overleden. Ja. In week 12 tot en met 19 waren dat 9091 meer. En als je week 12 tot en met 19 buiten beschouwing laat, hebben wij in 2020 577 minder overleden Nederlandse burgers. Minder. Dat was 2019. Vergelijk je dat met 2018, toen hadden wij een griepgolf. Dan heb je het over 7000 mensen minder overleden. Minder. Dan moet je die acht weken van week 12 tot en met week 19, de beroemde lockdown, toen die begon, hè, buiten beschouwing laten. Dus 7000 minder. En kijk je dan naar 2017, dan heb je het over 2500 mensen minder overleden. Plus. Het enige probleem wat we hebben gehad, dat is die enorme sterftegolf. Ik pak hem even erbij. Een stukje naar rechts. Ja. Kijk, deze sterftegolf. Ja. Dit zijn die 10.000 bejaarden. En voor de rest is er helemaal niks aan de hand. Dankjewel, Mark Rutte en je fijne VVD. De Volkspartij voor Vaccinatie en Democratie. Of de Volkspartij voor Vaccinatie en Dwang. De VVD. De Volkspartij Vaccinatie en Dwang. Dat is Mark Rutte en die hele club. En die werken allemaal voor de paus. En die jezuïeten. De Jezuïeten zitten ons al 500 jaar lang te treiteren. En het leven onmogelijk te maken. Met hun fijne jachthuizen en andere buitenverblijven. Maar ja, bij eten graag poep en dat hoort erbij. Yeah. Tot de volgende nieuwsupdate over corona. Als we de cijfers van week 43 binnen hebben. Doei!